Het is 5 uur. Dit is zo random. Ik leg het jullie dit zo wel uit. Oké, ik ga eens even mijn make-up doen. Alrighty, I'm done with my make-up. Het is nu... Oh, ik heb er nou 40 minuten over gedaan. Wow. Zo, mijn haar. Mijn haar. Daar is de camera, daar is een spiegel. In ieder geval, ik voel me... De reden dat ik zo vroeg opsta is omdat ik wil mijn haar stylen. Maar, zoals jullie kunnen zien, niet. Het is nu al bijna 6 uur. Dus mijn gezicht wassen, make-up, opstaan, bed opmaken. Dat kost al bij elkaar een uur. Ik wilde eigenlijk voor 8 uur klaar zijn met haar stylen en alles. Dus het moet wel lukken. Nou ja, kijk. Dat is niet helemaal waar. Ik had dus de wekker gezet. 5 uur. En toen dacht ik eigenlijk wel zo, weet je wat, fuck it. Ik ga niet om 5 uur opstaan. Waarom zou ik dat doen? Ik stel wel niet mijn haar. En toen op een gegeven moment kon ik gewoon niet meer slapen. En toen op een gegeven moment dacht ik van ja, ik heb geen keus. Toen dacht ik, weet je wat, fuck it. Ik ga wel gewoon mijn haar stylen. Dit gaat zoveel werk kosten. Ik heb echt een mooi pakje aan. Ik heb gisteren trouwens mijn haar gewassen. Weet je wat wel zonde is? Ik kickbox nu bijna elke dag. Laat me weten dat jullie daar nog een journey over willen op YouTube. Want ik heb dus een TikTok gemaakt over mijn kickbox journey. En die is 3,7 miljoen keer bekeken. Oh ja, wat zo. Wow, mijn haar voelt heel droog. Ik heb dus vanavond gewoon kickboxen. En dan is alles weer uit. Nee, dat helpt niet. Maar weet je, je kan niet alles hebben. Ja, dit gaat nog wel even lang duren. Kom, waar gaan we het over hebben? Nou, stel ja, dan sta je om 8 uur op. Ga ik eerst lekker ontbijten en gewoon lekker mijn ding doen. Nou, dan is het inmiddels over 9 uur. En dan ga ik mijn make-up doen. Nou, dan is het 10 uur. Nou, oké, dat is ook weer overdreven. En dan heb ik mijn haar gezet en is het inmiddels 12 uur. Ja, dat is gewoon zonde. Ik ben wel trots op mezelf dat ik zo vroeg opsta. Ik moet vaker vroeg opstaan. Stel, ik doe dit elke ochtend. En wat is jouw morning routine? Ja, nee, ik sta om 5 uur op om mijn haar te stylen. Ja, dat doe ik. Ik vind als je stijl haar hebt, dat je er automatisch al netter uit kan zien ofzo. Dit is volgens mij 1/8. En nu heb ik een kwartier over gedaan. Waarom doe ik dit? Het is ook nooit goed. Krullen hebben wil je stijl. Als je stijl hebt, wil je krullen. Dat is niet waar. Ik heb niet het gevoel dat mensen met stijl haar krullen willen. No. Weet je? Het leven is echt zwaar. Want, ja. Maar ik moet nog krullen. Ik ben er echt helemaal klaar mee. Weet je wat? Ik ga iets kijken ondertussen. Mijn laptop is uitgevallen. Ik liet net mijn camera vallen en een spiegel. Ja, ik ga zo goed met mijn tijd om. Maar ja, straks ben ik wel stijl en blond en skinny. Ja. Ik weet niet wat ik aan het doen ben. I'm not a pro at this. Had ik maar stijl haar. Kan ik maar gewoon dit doen en dan stijl haar krijgen? Dat zou fijn zijn. Ik krijg het er echt warm van. Ik heb ook al echt een warm pak aan daar niet van. Ik heb zoveel geduld hiervoor. Had ik maar zoveel geduld met alles in mijn leven. Oh. Ah. Plukje bij plukje. These little ones, very important. Dat is echt niet goed. Voor wat hoort wat? Ik wilde zeggen no pain no gain, maar beauty, no pain no beauty. Wat? Ik heb geen pijn. Jawel, ik heb weinig slaap gehad. Maar toch ben ik niet moe. Ik ben echt klaarbakker. Why? I don't know. Het is zo typisch. Maar dan als ik dan tegen mezelf zeg van weet je wat Rachel, ga maar uitslapen. Boom. Ik blijf wakker. Ik blijf wakker. Ik blijf wakker. Ik vind het gewoon heel leuk om niet naar mezelf te luisteren. Ik heb ondertussen echt heel slecht mijn haar gesteld. Niet meer plukje bij plukje. Oh, Rachel, waar is je geduld gebleven? Rustig, plukje bij plukje. Dit is zo slecht voor mijn haar. Je verbrandt je haar gewoon. Nou ja. I'm alive met hem. Is niet grappig. Auw. Mijn humor is de laatste tijd gebaseerd op TikTok. Ik moet echt weer niet meer over TikTok praten. Dat is echt niet goed. Dit is krulstijl. Ik ben echt blond. Wow. Ik ben echt blond. En waar zijn mijn highlights? Oké, dit is echt nog wel veel. Weet je wat het is als ik mijn haar stijl? Te veel volume. En ik weet dat dat een probleem is voor heel veel mensen met stijl haar. Want dan gaan ze willen volume. En dan gaan ze hairspray doen. En dan, oh my god, wat. Maar nee, ik wil gewoon plat stijl haar. En ik heb heel veel van dit erin gedaan, want het graag voor krullen is. Maar goed, ik heb officieel krullen, dus. Het is nu trouwens 7:30. Auw. Kijk, ik doe gewoon één keer dit. En het is... I don't want that.
Altijd als ik mijn haar stel en als ik dan bijvoorbeeld in het openbaar loop, dan vraag ik me altijd af of al mensen denken dat ik dan van mezelf ook stijlhaar heb, weet je wel. Dat mensen denken van, oh my god, dat is een meisje die gewoon natuurlijk stijlhaar heeft. Vroeg ik ook altijd aan vriendinnen. Als je mij zou zien lopen, ik bedoel, zou je dan denken dat ik gewoon stijlhaar van mezelf? Dat ik gewoon, weet je wel, stijlhaar heb, normaal ben. Ik ben wel echt blond. Dat zie je niet met krullen. Ik weet niet waarom. Misschien dat het altijd nog een beetje nat is of zo. Oké, ik ben even verplaatst van plek. Het blijft bol. Wat ik ook doe, het blijft hier bol. Ik wilde een keer gewoon... Y'all don't get it. It's okay. Het is nu 8 uur en laten we gewoon even fatsoenlijk de dag beginnen. Normaal zou ik dus nu mijn haar ook hebben gedaan en mijn make-up. En nu heb ik stijlhaar. Wow. Gewoon even 3 uur lang haar stijlen. Het is nu al zaterdag. Het is een hele andere dag. Ik ging mijn haar zijn om 5 uur 's ochtends en daarna was het gewoon... Oké. Mijn haarroutine is eigenlijk veranderd. Want ik heb dus een nieuwe steltoon gekocht. Ik heb nu al een paar dagen stijlhaar. Voor de mensen die me volgen op social media. Voor de mensen die me volgen op Instagram of TikTok. Want ik ben een TikToker. Eeuw. Dus ik ga even laten zien wat ik nu doe. Het is 7:45. Gisteren was het vrijdag en ik viel om 9 uur in slaap. En ik was vandaag om 6 uur 's ochtends wakker. Op zaterdag. En het is nu 7:45 en ik ga nu opstaan. I'm different. I'm not like most girls. Oké. We zijn nu in de badkamer en ik heb weer dit pak aan. Jullie weten nu ongeveer wel dat ik gewoon leef in dit pak. Ik was het wel hoor. 1 keer per maand. Eerlijk, mijn haar is echt stijl. Ik werd gewoon zo wakker, hè. Ik vind het eigenlijk ook wel iets hebben. Gewoon een beetje slag. Wow. Ik ben oprecht zeg maar gewoon ervan overtuigd dat ik gewoon met verkeerde haar geboren ben. De reden dat mijn haar zo goed gesteld is omdat ik dus een nieuwe steltoon heb. Ik heb deze gekocht. De steampot van L'Oreal. Echt een heel groot ding is dit. Je moet er ook wat water in doen. Dit geluid maakt het. Eerst wat steampot activated milk in. Laat ik gesponsord ben door L'Oreal. I'm not. Dan verdeel ik het nu gewoon in 2 delen, want mijn haar is best wel stijl. Kijk, er zit ook een kammetje in. Nee, dit was volgens mij iets van 180 euro of zo. Ik vind het best duur. En het is dus ook minder beschadigend voor je krullen. Kijk, dat klinkt gewoon zo slecht. Ik ben benieuwd wanneer ik weer naar krul ga. Ik heb altijd als ik mijn haar stel dat ik gewoon eventjes een tijdje stijl wil zijn. Dat ik gewoon echt zit van, I like this. En daarna heb ik het weer met mijn krullen hoor. Helemaal goed, don't worry. Of niet. Meet. So much lately, I can barely find the time to sleep. Ik weet eigenlijk niet wat ik vandaag wil gaan trainen. Ik heb eergisteren benen getraind, maar ik heb deze week nog maar 1 keer benen getraind en morgen heb ik kickboksen. Misschien ga ik gewoon weer benen trainen. It's a chance to start over new. Oké, wat ik ook elke ochtend doe is ik schrijf in dit boekje op waar ik dankbaar voor ben en wat ik die dag wil gaan doen. Dit is zo cringy eigenlijk om dit zo te zeggen, maar het is wel wat ik doe en het is wel wat ik fijn vind. Zoals jullie weten, ik ben zo druk in mijn hoofd en ik ben niet echt georganiseerd, maar ik maak wel altijd een dagplanning. Dat doe ik wel. Saturday. En voor manier doe ik het ook altijd in het Engels. I'm different. I'm not like most girls. Weird vibe. Nee, good vibes. Ik vind zo'n bed trouwens zo chill. Oké, er zijn vandaag 3 dingen die ik echt wil gaan doen. En dat zijn, ik heb een campagne voor Cuts & Custo. Ik wil deze vlog geëdit hebben, die ik dus nu aan het filmen ben. Maar dat stukje van wat je dus net zag, dus van een paar dagen geleden, dat heb ik al geëdit. Ik wil heel graag een post maken in de sportschool. Dat heb ik echt al heel lang niet meer gedaan. Wie wil dat van mij maken? Niemand neemt op. Nou, het komt wel goed. Boxfoto. Ja, dat zijn eigenlijk 4 dingen die ik wil gaan doen vandaag. En ik wil aan mijn project voor school. Oké. Dan heb ik nog dit boekje. Dit is eigenlijk echt een soort van dagboek. En hier schrijf ik eigenlijk gewoon in wat ik die dag heb gedaan. Of ik maak een soort van tekeningetje. Tekeningetjes. Kan niet goed hoor. Ik schrijf wel echt van alles en nog wat op. Gewoon eigenlijk wat je in een dagboek schrijft. Zo houd ik gewoon een beetje mijn journey bij. En wie weet kan ik het later nog gebruiken. Het is toch wel leuk als je dit hebt. Omdat dan op het einde van het jaar als je dan bijvoorbeeld terugleest. Zit je wel van wow, weet je wel. Ik heb toch wel veel dingen bereikt. Want dat heb ik dus nu ook. Kijk, 2020. Nou, ik denk dat 2020 niet echt bekend staat als een heel goed jaar. Maar ja, als ik erover nadenk wat ik al met 2020 heb bereikt. Best wel veel. En ik ben eigenlijk best wel trots op mezelf. En ja, dus dat vind ik gewoon leuk. Gewoon een beetje live updates.
bij te houden. Het is vandaag 12 december. Ik ben over 19 dagen jarig. Ik heb dus nu ook een agenda ontvangen. Genaamd Beauty and Brains. Van Tijdagenda. En dat is het enige wat ik dus niet goed deed. Is, ik had geen agenda. Ja, ik heb natuurlijk een agenda aan mijn telefoon. Daar schrijf ik al mijn afspraken in. Kleine taken, zoals inderdaad samenwerkingen of deadlines voor school, projecten. Dat zet ik eigenlijk nergens echt in. Wel in mijn telefoon, maar op een of andere manier was dat gewoon toch niet echt. Dan kwam ik er toch altijd nog te laat achter van, oh ja. Dus, tijdagenda, dat heb ik ontvangen. Is a structured and inspiring way to plan. Nou, dan krijg je hier zo. Who is the owner? En blabla, mijn naam zit trouwens heel lelijk, I'm sorry. Feature list. Great list. Goals of the month. En dat vind ik echt leuk, want ik denk, daar moet ik ook veel meer over nadenken. Van inderdaad, een goal of the month, wat wil ik doen? Bijvoorbeeld deze maand was echt als goal om een appartement te vinden. Maar goed, goals of the month. En dan heb je uiteraard hier gewoon de dagen. En heb je key tasks. What did you enjoy this week? Heel leuk, dankbaarheid. So important. Grocery list. Ik wil sowieso een keer een video opnemen, dat doet dus Isa nu, hoeveel ik in de week besteed. Want dat vind ik eigenlijk best wel interessant om te weten. Dat wil ik volgend jaar gaan doen. En dan keeping up with social media. Important samenwerkingen. Ja, dus deze agenda ga ik vanaf 2021 gebruiken. En je hebt, ik heb dus nu de Beauty and Brains versie, maar je hebt 4 verschillende versies. Ik laat ze wel even in beeld poppen. Wij kijken met veel plezier naar je vlogs en we wonderen hoe je alles met humor doet. Ik vind het grappig dat mensen denken dat ik humor heb, want ik heb het gevoel dat ik gewoon heel droog en gemeen ben. Maar goed, maar ja. Het combineren van schoolvloggen en fitcore zijn is best pittig. Ook je journey naar een gezonde levensstijl zorgt ervoor dat je inspiratiebron bent voor vele jonge meiden. Bedankt hiervoor. Liefst team tijd. Ik denk dat ik echt heel leuk wat te horen. Dus ik heb zo... Mijn agenda. Ik heb mezelf helemaal leren kennen in 2020. En ik ga als een nieuw persoon naar 2021. Plus, ik ben nog geen tiener meer. Mijn 10 jaar heb ik achter me gelaten. Ik moet nu wel echt even gaan omkleden. Ik weet eigenlijk niet wat het punt is van deze video. Morning routine, maar ik heb niet echt... Ja, nu ga ik even stretchen. Nee, dat ga ik niet doen, want dat doe ik niet. Ik ga nu editen. Meestal zaterdagochtend, dan eten wij zeg maar met het gezin samen. Vaak skip ik dat. Het is zeg maar altijd hetzelfde. Dan zit ik van, you know, I would rather just eat some havermout. Ik ga denk ik vandaag wel gewoon lekker met mijn ouders mee eten, want... Het zijn de laatste week dat ik hier ben. Ik ga even een appeltje eten. Oh, ik heb mijn tanden gepoetst, dus het is niet zo lekker. Maar ik ga nu even editen. Broodjes in de oven. Not very special. Oké, er is niemand. Daar ben ik echt zo blij mee. Hier kickbox ik altijd. Als hier mensen waren geweest, dan had ik echt geen foto gemaakt hoor. Oh my god, wat awkward. Laten we kijken hoe ik dit ga doen. Met mijn standaard in mijn eentje. Standaard. Fuck, ik heb nog zo'n dingetje voor mijn telefoon. Moet ik hier opdoen en dan kan ik hem vast. Oké, laten we gewoon improviseren. Oh my god, nee, dat gaat niet lukken. Hoe kan ik nu een foto maken? Ja, ik moet vragen of iemand een foto van me wil maken. Dat is ongemakkelijk. Ik ga dus met mijn camera een foto maken. Heb ik echt nog nooit gedaan. Ik weet niet hoe het werkt. Ik zeg alles met mijn telefoon. Vind ik eigenlijk 10 keer chiller. Ik ga even hier zo staan. Ik ga even kijken hoe dit gaat lukken. I tried. Deze outfit voor niks aangedaan. Oké, laten we trainen. Ik ga niet boksen vandaag, dat doe ik morgen. Dit was mijn morning routine. Fun. Ja, jongens, ik ga nu lekker trainen en dan zie ik jullie weer thuis. Ik weet of ik de video al afgesloten heb, maar hierbij. Down, yeah. I've been feeling so. Down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? I'm down. No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking of.